dames en heren. Ja, ik ben even de grens overgestoken. En dat mocht mij van mijn collega, de burgemeester van Venray, mocht ik voor deze gelegenheid ook de Boxmeerse ambtsketen om hebben. Want dat moet je altijd afspreken met elkaar, want ik mag hem buiten de grens niet omdoen. Maar ik ben zelfs driedubbel over de grens, over de gemeentegrens, over de provinciegrens en over de bisdomgrens. Nou, dus dan ben ik mijn boekje flink te buiten gegaan. Maar dat is het allemaal wel waard, want ik ben blij dat ik even bij jullie kan zijn. Omdat, ja, voor jullie dit ook eigenlijk weer de eerste keer is dat jullie zo gezellig onder elkaar zijn met alle vrijwilligers. Na toch een hele tijd stilgezeten te hebben. En dat is nou net iets wat niet in jullie aard ligt. Stilzitten en koffie drinken. Jullie zijn als vrijwilligers van de buurtbus altijd onderweg. Dan zitten jullie ook weliswaar in de bus. Maar dan ben je onderweg en dan zie je nog eens wat en dan spreek je nog eens wat mensen. En ik denk dat het mooie is van het vrijwilligerswerk wat jullie doen. En sommigen al heel veel jaren. De buurtbusvereniging bestaat nu zo'n 40 jaar. Dus dat is heel wat. Ik denk dat er heel wat mensen jullie voor zijn gegaan. En hopelijk gaat dat gewoon nog heel lang door. Want ik denk dat de buurtbus iets is wat gewoon niet weg te denken in onze samenleving. We hebben natuurlijk best wel openbaar vervoer. En de jongens van Arriva zullen het ook allemaal wel goed doen. Maar zo tussen alle dorpen door zijn er toch altijd mensen die korte afstandjes van huis tot huis willen afleggen. En dan denk ik met name oudere mensen die zelf niet kunnen rijden, die afhankelijk zijn van familie of kennis, of gelukkig gebruik kunnen maken van de buurtbus om bijvoorbeeld een boodschap te doen, of even naar de kinderen, of naar het ziekenhuis, of naar de dokter te gaan. En dan is het toch wel geweldig dat zoiets als een buurtbusvereniging bestaat. Hoe goed wij het in ons land ook allemaal geregeld hebben, zonder jullie als vrijwilligers op de buurtbus zouden heel veel mensen onthand zijn. En dan zou eigenlijk ook de hele leefbaarheid in de dorpen en in de kernen aan een zijden draadje hangen. Want dan zou je zien dat mensen toch veel meer geneigd zijn om op oudere leeftijd naar een grotere plaats te gaan wonen of naar een stad te gaan. Vandaag wil ik als burgemeester van Boxmeer namens het college van B&W van Boxmeer toch twee mensen bijzonder even bedanken voor hun inzet. En dat is niemand minder, om als eerste te noemen, Noud van Bree, die al 40 jaar actief is bij de buurtvereniging. Eigenlijk moet ik zeggen dat het bedrijf, als ik het zo zie, de vereniging, staat ingeschreven op jouw thuisadres. Dus dat betekent eigenlijk wel dat daar de basis ook wel ligt van de buurtbusvereniging. Niks ten nadele van de voorzitter van het bestuur. Maar het is voor een voorzitter van het bestuur altijd een stuk makkelijker als hij goede mensen om zich heen heeft. En dat is vaak de secretaris en de penningmeester. Ik heb dat zelf ook, ik heb een secretaris ook meegebracht vandaag, want zonder die kan ik ook een hoop dingen niet. Want de inzet die u heeft betoond en zo lang op de bus, maar ook vooral heel veel dingen daaromheen te doen voor de buurtbusvereniging, daar wil het gemeentebestuur van Boxmeer toch aandacht aan besteden. En nu zijn we nog gemeente Boxmeer, ja. Dus nu kan het nog. Eventjes, ja. En daarom is het bij een bijzondere eer genoeg u te kunnen melden dat het college van B&W heeft besloten om u de speld van verdiensten van de gemeente Boxmeer uit te reiken. En dat wil ik graag doen. Ja, ik mag dat eigenlijk zelf niet doen, hè. Dus ik ga ja, dus dan pas op voor dat dingetje, dat ligt los. Zo. Ja. Kijk, zo dichtbij mag ik nou niet komen, dus. En daarom is het zo fijn dat er altijd iemand is die behulpzaam is, maar die ook, ja, ook in dit geval ook zorgt dat Noud al het werk kan doen en heeft kunnen doen. En dan hebben we ook nog, dat hoort erbij, een mooie oorkonde. Ik zal even lezen wat daarop staat. Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 29 juni 2021 besloten de Boxmeerse speld van verdiensten uit te reiken aan de heer Noud van Bree. Geboren op 23 februari 1946, dus dan weten we dat ook allemaal. De speld van verdiensten werd hem uitgereikt op 21 augustus 2021. De heer Van Bree is sinds de oprichting van buurtbusvereniging Boxmeer in 1981 secretaris en penningmeester van de vereniging. Hij zorgt ervoor dat alles administratief en organisatorisch goed op orde is en zijn inzet voor de vereniging wordt zeer gewaardeerd. Was getekend de burgemeester en wethouders van Boxmeer. Dit is het doosje voor de speld. Ja. Maar u zei 40 jaar, hè? Maar dat is niet helemaal waar. We zijn er 32. 32, dat wel. Oh, maar de rest is bonus dan. Ja. Nee, maar iedereen heeft het idee dat u het al zo lang doet, dus dan hebben we een goede inzet gehad. Ja. Ik vraag me trouwens af of dat het wel waar mag. 32 jaar, 33 jaar van dezelfde vereniging, secretaris penningmeester te zijn. Ja, als u zegt, nou, ik zou me daar niet druk om maken als u dat doet. We hebben het in de statuten staat in ieder geval niet hebben. Dan mag het. Dan mag het. En ik denk dat een heleboel mensen blij zijn dat u het al die tijd doet. Ja, het wordt allemaal netjes opgenomen. De foto en de film. Dat is weer voor Omroep Land van Cuijk. Ik weet niet of ze aanwezig is. Mevrouw Jo Bussers. Kijk, meneer Bussers, die kennen we overal. Die zien we overal waar ik ben, is hij ook. Maar mevrouw Jo Bussers, die zien we iedere dag. Want die is al 30 jaar lang, 30 jaar lang, of minder, 31. Of 31 even. Ja, het is wel een beetje bingo vandaag. Hè? Want al 31 jaar actief voor de vereniging. En ik mag wel zeggen, op een hele bijzondere manier. Al zeker in de eerste jaren was dat vooral nog even kaartjes klaarleggen, beschikbaar hebben. Dat is tegenwoordig allemaal wat makkelijker. Wat anders geregeld, gelukkig wel. Maar u deinst er in ieder geval niet voor terug, omdat al dat administratieve werk en al die rompslomp die je er eenmaal mee te maken krijgt om dat te doen. En ja, soms valt dat wel mee, maar het kan ook wel zijn dat je 's morgens vroeg een telefoontje krijgt dat een van de chauffeurs uitvalt, door ziekte of wat dan ook. Om 6 uur, hè? En dat begint dan om 6 uur. En dan is mevrouw Bussers toch wel degene die het bed uit moet om even te zorgen dat er een vervanger komt, en dat valt ook niet altijd mee. Dus, ja, we hebben een hele goede chauffeur. Ja, maar ja, die moet dan ook met zijn bed uitgebeld worden. Maar dat doet alles voor mij. Dus, kijk, ja, dat is nou, dat zegt u heel goed, die doet alles voor mij. En dat betekent dus dat u dus heel bijzonder bent voor de vereniging. Want mensen die graag iets voor u doen, die doen dat graag voor u, omdat u zoveel voor anderen doet. En ja, dat is eigenlijk een reden ook voor het college om te zeggen, iemand die zo'n hart heeft voor deze club en zo ja, eigenlijk vol naastenliefde, mag ik wel zeggen, bezig is voor andere mensen die zorg nodig hebben. Want eigenlijk vallen jullie formeel onder welzijnswerk. Om dat allemaal te doen, dat is toch wel heel bijzonder. En de man die ook bijna nooit thuis is, dat geeft wel wat meer ruimte natuurlijk en meer vrijheid. En, ja, ik wil niet zeggen dat ik hem vaker zie dan nu, maar soms scheelt het niet veel. Want waar ik mag optreden, daar is hij ook altijd bij als een soort vliegende, razende reporter. Hij komt nooit met de buurtbus, altijd met de fiets. En dat geeft u in ieder geval weer ruimte om actief te blijven voor de vereniging. En ik hoop dat u het dan nog met plezier mag blijven doen. En daarom kan ik u melden. En, je krijgt wat mij betreft nu ook de vrijheid om jouw vrouw de versiersen toe te spelden, mag ik zeggen, maar dat mag ik niet zeggen, want voor een vrouw is het namelijk geen speld, maar een heel mooi verguld hangertje. Dus u krijgt een mooi kettingje en het is een heel klein slotje en ik zit altijd te priegelen met dat slotje. Maar ik ben blij dat je het nou mag doen. Maar u krijgt van het gemeentebestuur, kijk eens, de onderscheiding om het speld van, het gouden speld van verdiensten van de gemeente Boxmeer. En ik hoop dat u het nog met veel plezier en trots kan dragen. Wil jij eens proberen of dat kan? Jij mag minder dan 1,5 meter. Is dat ding 1,5 meter? Nee. Wij staan ongeveer op 1,5 meter. Ja, dat is van mij. Ja. Ja, dat gaat het niet worden. Wat denk je dat het gaat lukken? Ja. Nancy doet de dingen zo. Ik kan hem niet los. Die mag er wel. Ja, het is een gepriegel moet ik zeggen. Maar ja, dus... Ik kan hem niet los. Ja, dat is echt vrouwenwerk. Kijk eens. Nou. Zo zit hij net met koppen. Kijk eens. Nou, ik hoop dat u er veel plezier van hebt. En dat u met, nogmaals, met veel trots mag blijven dragen. Ook al houdt de gemeente Boxmeer op te bestaan. We blijven elkaar helpen in de toekomst om het ons allemaal naar de zin te maken. Ook voor u geldt natuurlijk de oorkonde. En daar staat het volgende op. Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 29 juni 2021 besloten de Boxmeerse speld van verdiensten uit te reiken aan mevrouw Jo Bussers Remmen. En ze is ook geboren, dat mogen we nooit zeggen van een vrouw, oud ze is. Maar ze is iets jonger dan meneer Noud van Bree in ieder geval. De speld van verdiensten werd haar uitgereikt op, oh dat is trouwens de verjaardag van mijn broer, ja, nou, dat zou ik onthouden. Op 21 augustus uitgereikt en mevrouw Bussers Remmen zet zich al meer dan 30 jaar in voor buurtbusvereniging Boxmeer. Als coördinator van de vereniging zorgt zij voor het aannemen, instrueren en begeleiden van chauffeurs en indien nodig regelt zij vervanging zodat bussen blijven rijden. Haar inzet voor de vereniging wordt zeer gewaardeerd door het college van BMW en al de anderen waar u actief voor bent. Kijk eens, dat krijgt u ook nog. Ja, dankjewel. Maar zou ik dat aan zijn jeugd geven, die is sterk. En, kijk, en dan kan u het bloemetje vasthouden. Alsjeblieft. Dankjewel. En hier achter mij wordt het lied ingezet, Lang zal ze leven, dat hoort u niet, maar nu kunt u het wel allemaal meezingen. Zij leven hoog, ja hoog, ja hoog, zij leven hoog, zij leven hoog. Wiep, 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 hoera, wiep, 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 hoera, wiep, wiep, hoera. Ja, we staan hier bij de mensen die zojuist de speld van verdiensten van de gemeente Boxmeer hebben gekregen. En dan ga ik, ja, de vrouwen krijgen gewoon voorrang. Eerst naar mevrouw Jo Bussers. Mag ik Jo zeggen? Jazeker. Jo, hoe overkwam jou het dat ze strak jouw naam noemde en de speld van verdiensten? Nou, ik sta nog helemaal te trillen. Want 31 jaar vrijwilliger bij de buurtbus is niet niks. Nee, ja, tijd gaat ze bij gevlogen, dus... Is mijn vraag, hoe ben je daar terecht gekomen? Een advertentie in de krant. Vrijwilliger gevraagd? Ja, ze zaten dringend met om vrijwilligers verlegen en ik had nog niet lang mijn rijbewijs, dus... en toen heb ik gebeld en toen ben ik, ja, 1 januari 90 ben ik begonnen. En ik hoorde zojuist dan wel vertellen van ja, de coördinator ook van op een gegeven moment als er iemand niet kan en die belt af, dan ben jij toch degene die het weer moet regelen. Ja. Gebeurde het ook wel eens 's ochtends vroeg? Is wel eens voorgekomen, ja. Gelukkig niet veel, maar het komt wel eens voor. En nou die spel van verdiensten helemaal terecht gekregen, ga je nog verder? Ik stop nog niet, nee. Oh kijk, nee, dat is mooi. Nee, dus, het wordt nou steeds makkelijker allemaal het werk, dus ik ga nog wel even door. Nou, ik zou zeggen nog een hele fijne tijd dan. Ja, dankjewel. En dan gaan we naar Noud van Bree. Noud, wat was jouw functie binnen het hele gebeuren? Nou, mijn functie is eigenlijk alleen maar secretaris-penningmeester bij de vereniging. Ik heb nooit op de bus zelf gereden. Maar dat heb ik wel eens gewild, maar op een gegeven moment kwam het er toch weer niet van, omdat je toch met andere dingen bezig bent, veel fietsen en zo en weet ik allemaal niet wat. En er is er eigenlijk nooit van gekomen. Maar het administratieve gedeelte, dat is me wel een beetje op het lijf geschreven. Zo. Wat betreft ook de achtergrond op het gemeentehuis en zo, was trouwens oud-wethouder Jan Ronnes, die heeft mij destijds gevraagd om secretaris-penningmeester te worden van deze vereniging. Daar heb ik toen ook met heel veel plezier aan toegegeven, om het zo maar te zeggen. Met heel veel plezier gedaan, maar het is wel een hele lange periode, 31 jaar. Inmiddels, ik was in januari 88 ben ik daarmee begonnen, ja. Maar merk je nou ook van zo lang al het verschil van toen je toen begon te werken voor de buurtbus en nu? Ja, er zit wel verschil in. Een leuke anekdote is bijvoorbeeld ook wel, en dat tekent ook wel een beetje de tijd. Toen Holtheest was eigenlijk verstoken van openbaar vervoer, de plek waar we nou staan. En die hebben we destijds erin betrokken dat ook de buurbus over Holtheest ging rijden. En dan word je 's morgens bij de eerste rit, kwam de fanfare, die kwam hier keurig een oude brengen. En dat is toch wel, hebben we toch wel zeer op prijs gesteld. Ik bedoel, dat zijn er toch wel een beetje de verschillen van nu en destijds. Saamhorigheid. De saamhorigheid en ook wel de sfeer, de nostalgie en weet ik allemaal niet wat er toch wel in zijn dorp speelt. Ja. Maar jij gaat ook door. Je gaat nog verder. Nou, maar dat zal in ieder geval geen 30 jaar meer zijn. Nee. Maar ik verwacht nog een jaartje, misschien 2 jaar. Maar ik ben toch wel voornemens om ermee te stoppen. Ja. Nou, ik zou zeggen ook nog een fijne tijd. Hè? En dat je een goede opvolger tot zijn altijd mag vinden. Dat gaat gegarandeerd wel lukken. Ja. En nog een fijne middag jullie. Ja, dankjewel.